Susanna, hoor je me? Ja, ik hoor je. Ja. Een hele goede middag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Zeg, nou, hartstikke leuk, gezellig. Ja. Zeg, hoe lang zit jij nu al in het vak eigenlijk? Ja, ik denk een jaar of 18 zeker wel. Nou, dat is best wel lang nog. Jazeker, de jaartjes gaan tellen. Ja, je hebt in het verleden ook meegedaan met het televisieprogramma, hè? Ja, dat klopt. Dat televisieprogramma dat heette 1000 Sterren Stralen... en dat was onder begeleiding van Frans Bauer. Ja, en jij bent toen doorgegaan naar de finale? Nee, ik ben toen 50 geworden. En na dat programma heb ik eigenlijk ben ik naar de studio gegaan bij Emo Hartkamp. En heb ik zangles gehad van Mieke Werger. Dat was toen ook destijds de zangcoach van Frans Bauer. En daar heb ik een aantal jaar gelopen. En toen is er een programma, eigenlijk een radioprogramma gekomen. En die waren toen op zoek naar de prinses van het Nederlandse lied. En daar ben ik wel toen tot de finale gekomen. Oké. Ja, en toen ben je natuurlijk gewoon bekend geworden natuurlijk. Ja, zover je dat mag noemen wel. Ja, ja, maar je hebt toch al een aantal singles uitgebracht. Jazeker. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan bekend bent, hè? Nou ja. Je hebt weer een nieuwe single, De Ware Man. Dat klopt, De Ware Man, inderdaad. Ja, opgenomen bij de Boom Music Studio van Frank van Kooijen. Ja, ja. Nou, ik vind het wel een heel lekker nummertje. Nou, dankjewel, hartstikke lief. Het is inderdaad een productie van Frank van Kooijen. Het is een liedje wat ik eigenlijk toegestuurd heb gekregen door Frank. Maar het is geschreven door Jeroen van der Heijden. En op het moment dat eigenlijk Frank het binnenkreeg, dacht Frank gelijk van... goh, dit is wel een heel goed liedje voor Suzanne. En zo ben ik eigenlijk aan dit liedje gekomen. Ja, ja. En, nou ja, ik ga de single draaien. Hartstikke leuk. Ja, je bent vandaag de promoschrijver hier op RTV Zeeport. Nou, hartstikke leuk, dankjewel. Ja, Suzanne, jij ook bedankt voor het interview. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer, tot ziens. Doei. Dit is de promoschijf. Promoschijf. Zoek al jaren naar de ware, naar de ideale man. Waar ik samen heel veel jaren lieve leed mee delen kan. Om momenten te beleven, want alleen is maar alleen. Zoek de liefde van mijn leven, maar waar moet ik dan heen? En elke keer dan denk ik weer, het komt echt ooit wel goed. Dat ik heel spontaan een keer de ware. Al jaren na de ware, die ene leuke man, die spontane idealen, ik zoek nu al zo lang. Ik zocht zelfs in alle kroegen, maar daar zat hij niet bij. Zal ik ooit de liefde vinden, of bestaat dat niet voor mij? En elke keer dan denk ik weer, het komt echt ooit wel goed, dat ik heel spontaan een keer de ware.
Ja, de promoschijf. Susanne Veldmaier met de ware man.